Welkom allemaal. Ik hoop dat jullie mij goed kunnen horen. Als dat niet het geval is, kunnen jullie dat direct in de chat laten horen. Martine, kan jij het volgende scherm voor mij aanzetten? Zeker. En je bent goed te horen. Dat weet je Nou, het ook gelijk. super. Superleuk dat jullie allemaal aanwezig zijn bij deze webinar over de community. Mijn collega's Martine en Mitchell gaan jullie alles vertellen over onze Visma Numbers community. En we hebben ook Tim in de chat zitten, of eigenlijk in de Q&A moet ik zeggen, die alle vragen daar gaat beantwoorden. Want we hebben namelijk, als het goed is, heeft iedereen in zijn scherm een chatfunctie en een Q&A-functie. In de chatfunctie kan je al je technische vragen stellen, dus geen geluid of dat soort dingen. En in de Q&A kan je alle inhoudelijke vragen stellen en die zal Tim dan proberen te beantwoorden. En anders kan hij ze ook nog live stellen aan Martine en Mitchell. Nou, vervolgens zijn er natuurlijk, als jullie heel veel vragen insturen, zijn er vast een paar waar we niet naartoe komen. Maar die zullen we dan later alsnog gewoon beantwoorden op de community zelf. Dus alle vragen zullen uiteindelijk beantwoord worden. De webinar wordt opgenomen. Deze kan je later terugzien, zowel op de community als in de Numbers Bibliotheek via de website. En we staan natuurlijk altijd open voor feedback en andere leuke ideeën om onze community te verbeteren. Dus laat ons vooral weten. En verder nog één ding, en dat gaat over onze feature requests. Deze krijgen we vaak binnen. Het is de bedoeling dat we die via de community stellen, dus niet in deze webinar. Dus heb je nou functionaliteiten, verbeteringen of aanvragen, schrijf ze vooral op en deel ze na afloop van deze webinar in de community. Heb ik alles gehad, Martine? Zeker, ja. Start? Ik heb niks meer te klikken. Helemaal goed. Dan geef ik het woord aan Martine Jansen en die gaat jullie meenemen door de Numbers Community. Dankjewel. Nou, goedemiddag allemaal. En ja, zoals mijn collega Wendela zei, welkom in ons webinar over de nieuwe Numbers Community, welke wij een half jaar geleden ongeveer gestart zijn. Ik neem je graag even mee door het programma. Wat kan je vandaag verwachten? Nou, we blikken heel even terug hoe het indienen van ideeën en wensen in de afgelopen jaren ging. En welke platformen we allemaal voorbij hebben zien komen. En welke stappen we eigenlijk hebben genomen tot het punt waar we nu zijn. Ook zo even wat data delen. Hoeveel gebruikers we momenteel al hebben. En hoeveel paginabezoeken bijvoorbeeld er zijn geweest. Daarnaast neemt mijn collega Mitchell jullie mee in de community zelf en zal even een virtuele rondleiding geven waar we de verschillende categorieën doorlopen, waar je nou precies welke vraag moet stellen, waarom sommige zaken in het Engels zijn. En wordt dat vervolgd door tips en tricks. Hoe kan je die community nou het beste gebruiken en hoe blijf je nou goed op de hoogte van alles? Dat zal Mitchell in de tips en tricks laten zien. Om daarna door te gaan naar het onderdeel hoe je collega's toegang kan geven. Nou, ik krijg hier nog redelijk wat vragen over, dus dat zullen we ook live even demonstreren hoe je dat nou precies kan doen. Daarna gaan we een categorie laten zien die we speciaal hebben gemaakt naar aanleiding van deze webinar. Omdat wij graag zoveel mogelijk feedback ook over de community krijgen om deze te blijven verbeteren. Laten we even de nieuwe categorie zien die we hebben aangemaakt, waar je feedback kwijt kan over de community zelf. En sluiten we uiteraard af met de Q&A-vragen die bij collega Tim zijn binnengekomen, welke we ondertussen nog niet behandeld hebben. Dus nogmaals, mocht je onderweg vragen krijgen, stel ze gerust in de Q&A en dan geeft mijn collega Tim daar antwoord op of behandelen ze gelijk even live in deze webinar. Nou, waar het allemaal begon. Lang geleden zijn we ooit van start gegaan met het platform genaamd AHA. Een heel mooi platform voor het indienen van ideeën. Alleen liepen we tegen wat beperking aan. Zo was er niet echt een mogelijkheid voor het geven van een numbers look and feel. Dus het had geen verbinding met numbers. En bleef het altijd een beetje voelen als een externe applicatie. Nou, dat is nooit iets wat onze voorkeur heeft. En daarnaast was het ook heel lastig om overzicht te behouden. We hadden geen interactie met klanten. Dus het was een heel erg eenzijdig communicatiemiddel
waar je eigenlijk door alle mensen het ideeënbos niet meer zag. Dus heel veel verwarring. Tot en met 2018 hebben we dit gehanteerd. En hebben we daarna keuze gemaakt om de wensen te gaan verplaatsen naar de kennisbank. En misschien herkent iedereen dit nog. Dat was de feature request page te vinden op de kennisbank. Had wat meer een numbers look and feel, dus het was al een stuk beter. Verdrietig punt hierbij is dat er heel veel wensen verloren zijn gegaan. En ja, helaas daar mensen niet, onze klanten niet heel blij mee hebben gemaakt. Omdat ze eigenlijk weer helemaal opnieuw begonnen. Nou, ook hier liepen we weer tegen zaken aan waar de interactie heel slecht was. Dus het was ook een heel erg eenzijdig communicatiemiddel, waarin er eigenlijk alleen maar ideeën konden worden ingediend, maar er verder niet heel erg ondersteuning was om contact te maken met klanten en verder inhoudelijk op dingen in te gaan. Je kon daar ook niet in zoeken. Dus we zagen heel veel dubbele wensen, nou, waardoor er totaal geen overzicht meer was en er heel veel dubbele content in deze ideeënlijsten was. En eigenlijk was hij gewoon heel erg slaapverwekkend. Het was gewoon een hele saaie community. Niet iets wat je verwacht bij een actieve community. Na een diepe winterslaap hebben we in 2021 de knoop doorgehakt en brak er een nieuw tijdperk aan voor een nieuwe plek waar eindelijk alles samenkomt. En hebben we afgelopen januari hebben we de Visma Numbers Community gelaunched. En dit is een plek waar alle losse onderdelen samenkomen waar we eerder tegenaan liepen. Nou, wat zijn nou die losse onderdelen? Dat zijn het niet enkel het geven van feedback over het product, wat natuurlijk heel waardevol is. Maar het is ook het stellen van algemene vragen aan de community over het gebruik van Visma Numbers. En naast het stellen van vragen wilden we ook graag een plek creëren waar we kennis kunnen delen en met onze gebruikers en waar ook gebruikers met elkaar kennis kunnen delen. Maar wat zijn nou de voordelen voor onze klanten om deze community te gebruiken? Nou, dat zijn er een heleboel. Maar de voornaamste is dat als we naar de cijfers kijken, dat er per week meer dan 1000 vragen binnenkomen op support via telefoon of via tickets of via chat. En heel veel van deze vragen die zijn al een keer gesteld. En wat wij doen, we zijn natuurlijk heel intelligent bij support, maar we kunnen niet alles onthouden. Dus vaak zoeken wij ook op alle reeds ingediende vragen welk antwoord we al een keer eerder hebben gegeven. Wat was nou ook weer de oplossing voor een probleem? Wat wij graag wilden delen met onze klanten is een mogelijkheid dat zij ook door deze antwoorden kunnen zoeken. En door het gebruik van deze community en dus door het stellen van een algemene numbersvraag aan de community en het geven van antwoorden op die openstaande vraag, kan je vervolgens in de toekomst kunnen we zoeken, en niet alleen wij, maar iedereen, kan je zoeken op reeds ingediende vragen en het daarbij behorende antwoord. Nou, het fijne daaraan is dat je geen contact met ons op hoeft te nemen en te wachten tot op een reactie, maar dat je gelijk zelf kan zoeken in de reeds gestelde vragen en het bijpassende antwoord en gelijk door kan met waar je mee bezig was. Naast het stukje support wilden we ook een community voor product feedback, welke onze global visie ondersteunt. In onze vorige community hadden we het probleem dat we onze Zweedse klanten geen platform konden bieden. En met het gebruik van deze nieuwe community kunnen we een stuk breder opereren en veel meer draagvlak creëren, omdat we alle landen toegang kunnen geven en ook tot dezelfde ideeën. Dus als er een wens is wat voor algemeen numbers gebruik toegepast kan worden, heeft dat veel meer draagvlak omdat we nu alle landen kunnen ondersteunen. Daarnaast hebben we ook nu een hele mooie zoekfunctie. Dus kan je veel sneller zoeken naar reeds ingediende feedback en zijn zo ook
stemmen op een bepaalde feedback. Veel relevanter, omdat er maar één wens is, waarschijnlijk, met alle stemmen. En krijg je veel sneller het einddoel waarvoor je zo'n wens ooit hebt ingediend. Laatste voordeel waarom we deze community geïntroduceerd hebben, is dat we veel hoger, veel meer interactie met onze klanten kunnen aangaan. We kunnen niet alleen een platform bieden nu waar klanten feedback aan ons geven, maar we kunnen juist ook feedback uitvragen over een bepaald product. Zoals onze product owners werken aan een nieuwe feature met hun team, kunnen zij nu al een post plaatsen in bijvoorbeeld onze product polls en informatie uitvragen aan onze klanten. Hoe zij die feature het beste willen gebruiken of of er bepaalde punten zijn waar we aan moeten denken. Nou, zo kunnen we echt interactie stimuleren tussen onze klanten en het gebruik van Numbers en ook de ontwikkeling van Numbers. De personen die toegang hebben momenteel zijn de applicatiebeheerders die zijn ingericht in de Numbers omgeving. We hebben voor hen een login aangemaakt en zij zijn het zogeheten supermember login hebben zij. En daarmee kunnen zij weer toegang geven aan collega's. En heb je zelf in beheer wie er toegang heeft binnen jouw organisatie tot de community. Nou, enkele datafeitjes. Sinds januari 2021 hebben we al 1238 actieve gebruikers. Nou, ik kan je voorstellen dat dat zijn een behoorlijk aantal wat mensen die op elkaar kunnen reageren of interactie met elkaar kunnen hebben. Zijn er ook al 458 ideeën ingediend, dus die categorie die wordt goed gevonden. En zijn er reeds 40.000 pagina weergaves geweest. Dus we zien, ondanks dat we nog veel meer engagement willen creëren met onze klanten op de community, wordt er toch al heel veel gebruik van gemaakt en wordt er naar gekeken. Nou, dat is wat achtergrondinformatie over waar we vandaan komen en waar we graag naartoe willen. Maar ik denk dat het nu tijd is voor de virtuele rondleiding met mijn collega Mitchell. En enkele onderdelen die jij zal gaan laten zien is hoe je het makkelijkst kan inloggen in de community. We hebben namelijk een single sign-on functionaliteit beschikbaar gesteld, waardoor je direct vanuit de applicatie kan inloggen in de community als je een login hebt. We gaan ook even door de categorieën heen, want soms is het even zoeken waar nou precies wat is. Nou, dat valt gelukkig mee hoe ingewikkeld het is, maar als je het een keer ziet, dan heeft dat toch altijd is het wat makkelijker te vinden. En laten we even zien hoe je precies je instellingen kan aanpassen binnen je profiel, zoals een foto en een handtekening. Mijn collega Mitchell die zal zijn scherm gaan delen en die gaat ook meenemen. Dankjewel Martine voor de heldere uitleg. Ik ga nu jouw scherm overnemen. Even kijken. Yes. Als het goed is, komt dit nu helemaal goed over. Dit is natuurlijk voor jullie een onbekend beeld. Het voordeel is, misschien heb je hem wel eens gevonden, is dat je rechtsbovenin de optie hebt om op je profiel te klikken. En dan heb je de knop Community. En zoals Martine eigenlijk net al goed omschreef, is dit de knop waarmee je direct kan inloggen in de community. Dus ook wel de singles zijn ongenoemd. Zoals je ziet wordt er dan een ander tabje geopend. En dan heeft het even enkele seconden nodig. En dan zal je zo meteen zien dat ik ingelogd ben in de community. Het is bijna bewust de schildpad op de achtergrond. Ja, dit doen we expres natuurlijk. Kijk, daar zijn we. Wellicht dat jullie dit beeld al eens gezien hebben, maar we hebben op de hoofdpagina van de community hebben een drietal verschillende categorieën. De eerste is de product feedback.
waar je dus de mogelijkheid hebt om feedback over het nummersproduct te geven, maar waarin wij ook de optie hebben om feedback bij jullie uit te vragen door middel van product polls. De tweede optie is de Numbers Community Nederland. Dus hier kan je je vragen stellen over het gebruik van Numbers. En kan je tips met elkaar delen over de verwerking binnen het Numbers product. En de derde optie, en zullen velen van jullie niet op klikken, gok ik, maar dat is de Zweedse community die we beschikbaar hebben gesteld voor onze Zweedse klanten. Dan wil ik jullie allereerst een stukje meenemen in het product feedback. Wanneer je hierop klikt, ga je naar de verschillende categorieën die wij hebben. Dan heb je eerst de mogelijkheid tot een stukje tekst en uitleg in de Before You Start. Vervolgens heb je hier de mogelijkheid om een categorie te kiezen. En als derde punt hebben we de Product Polls. En zoals we net al eigenlijk aangaven in de Product Polls, is het stukje waarbij wij bij jullie feedback kunnen uitvragen. Voor bijvoorbeeld nieuwe features. Wat ik even wil uitlichten, is de verschillende categorieën die we hebben. Wanneer het zo meteen laat, zal je zien dat de verschillende modules die we binnen het Visma Numbers product hebben, hier getoond zullen worden. Dus bijvoorbeeld onze payroll module of onze HR module. En vervolgens kan je weer doorklikken op die verschillende categorieën. Dus bijvoorbeeld payroll, maar je kan ook meteen zeggen ik wil naar payroll Nederland. En wanneer ik hierop doorklik, omdat payroll best wel grote module is binnen het Numbers product, hebben ook hierin weer verschillende categorieën aangemaakt. Zoals bijvoorbeeld branches, of leave, of uiteraard het stukje payroll. Nou, zoals je ziet is dit de grootste groep waar de meeste discussies zijn gestart. Hier zie je dus alle wensen of ideeën die door andere klanten zijn ingediend. En waarom is dit in het Engels, Mitchell? Het is in het Engels omdat we zijn een Nederlands product uiteraard. In Nederland, maar ook in Zweden. Maar we hebben veel product owners. Dus mensen die met het product werken, die de ontwikkeling hiervan doen, die Engelstalig zijn. En vandaar dat we voor gekozen hebben om het in het Engels beschikbaar te stellen. Zoals je ziet zijn er soms ook nog wel eens wensen die in het Nederlands gesteld worden. Maar is ook het meeste is Engels. Het voordeel is dat je dus gewoon meteen een overzicht hebt van de wensen die te maken hebben met payroll. Hier zie je het aantal wensen. Hier kan je zien door wie het is ingediend. Met eventueel de foto van deze persoon. En hier de titel en uiteraard ook een stukje tekst. Je kan vervolgens op de wens klikken als je benieuwd bent naar de gehele wens. En hierin heb je ook de mogelijkheid om zelf nog een bericht achter te laten. Ook wel comment genoemd. En je kan uiteraard ook je stem uitbrengen. En je kan uiteraard ook maar één stem per wens uitbrengen. Dus je hebt niet de mogelijkheid om zelf 10 stemmen in te dienen op een wens. Nou, dit is eigenlijk hetgene wat we qua product feedback hebben en uiteraard ook wat we net al noemden, de polls. Een ander belangrijk punt, wat Martine net al benoemde, is dat we graag de klanten inzicht willen geven in de vragen die gesteld worden. En dat doen we in het stukje Community Nederland. Misschien een goede om te benoemen. Jullie zagen net dat ik bovenin op die balk klikte. Hier heb je dus de mogelijkheid om tussen de verschillende categorieën te wisselen. Nou, wederom start dit eerst met een viertal punten. Dus net zoals ook bij de vorige hadden we een stukje uitleg wat je hier terug kan vinden. We hebben de support community. Dus heb je specifieke vragen, kan je ze hier stellen. Het kenniscentrum, bijvoorbeeld wijzigingen in CO of in branches die je hierin kan delen.
En de laatste zijn eigenlijk nieuwsberichten die we vanuit ons met jullie willen delen. Nou, waar wij het meest in geloven is de support community. Waar we eigenlijk de veelgestelde vragen beschikbaar willen stellen. Zodat iedereen sneller geholpen wordt. En er minder snel vragen ingediend zullen worden. En zoals je ziet is het weer opgedeeld in verschillende categorieën. Dus bijvoorbeeld mobile, maar ook weer payroll. En eigenlijk is payroll is weer een leuke module. En ook hier zal je zo meteen dan verschillende vragen zien waar klanten dan bijvoorbeeld op kunnen reageren. Nou, ik pak hier als voorbeeld, laat ik deze bijpakken. Er zijn twee reacties opgegeven. Het is natuurlijk het meest vervelende wat er kan gebeuren is dat je opeens geen salarisrun uit kan voeren. Deze vraag is dan ook terecht gesteld door Anton. En is toevallig dan door mij beantwoord in deze vraag. Wat ik even uit wil lichten is dat je hierin de mogelijkheid hebt om een vraag of antwoord te liken. Of hem mee eens achter te laten of eventueel een hartje achter te laten. Het voordeel is als ik zelf een vraag zou indienen en er wordt op gereageerd. Dan krijg je daar een melding van krijgen. Maar je kan ook vervolgens aangeven dat je vraag beantwoord is. Zodoende, stel je hebt een hele ingewikkelde vraag waar heel veel reacties op komen, kan je één specifiek antwoord eruit lichten, waardoor het meer inzichtelijker is voor anderen die toevallig ook die vraag hebben. Ik denk dat dit qua hoofdlijn, Martine, waren dit de dingen die we uit wilden lichten. Ja, zeker. En ik zag laatst dat iemand een heel mooie handtekening had ingesteld. Kan je misschien wat laten zien waar je je profiel aanpast en eventueel je foto? Ja, tuurlijk, uiteraard. Kijk, rechtsbovenin heb je de mogelijkheid om op je profiel te klikken. En hier staat eigenlijk al meteen verander profiel. En wanneer je hier naartoe gaat, heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om de afbeelding aan te passen. Dus hier hebben we gebruik gemaakt van een Nambi, maar upload vooral een foto van jezelf, zodat je jezelf meer kan kenmerken op de community. Je kan eventueel je bedrijf en je functie nog achterlaten. Het wijzigen van je afbeeldingen doe je in dit specifieke scherm. Maar je hebt ook de mogelijkheid om een handtekening in te stellen. Dus net zoals dat je een handtekening hebt in je e-mail, waarin je bijvoorbeeld informatie over je bedrijf kan neerzetten, heb je ook de mogelijkheid om het hier binnen de community in te stellen. Op die manier kan je je eigen profiel gewoon een stukje persoonlijker maken. Wat natuurlijk meer aanspreekt, zodat je meer het gevoel hebt dat je echt met elkaar aan het praten bent. In plaats van dat je met de virtuele avatar aan het communiceren bent. Dus doe dat vooral, duik daarin. En je kan er zo gek mee gaan als je maar wilt. Duidelijk. Dankjewel. Ik denk dat het nu wat duidelijker is waar je precies wat kan vinden. Dus even kleine opsomming. Je hebt dus eigenlijk twee onderdelen. Je hebt een onderdeel product feedback. Daar deel je al je ideeën en je product feedback over numbers. En je hebt onderdeel support community. En daar kan je terecht voor al je algemene vragen over het gebruik van numbers. Dat zijn de twee grote verschillen. Ik kijk even naar Tim. Heb jij misschien een vraag? Er is wel een interessante vraag binnengekomen. De vraag wat het verschil nou precies is tussen een vraag stellen op de community en eigenlijk een vraag direct stellen aan support. Goeie vraag. Antwoord is eigenlijk heel simpel. Als je een vraag direct aan support stelt, dan krijg je van ons uiteraard een reactie. Het is alleen een reactie 1-op-1. Wat daarmee niet gebeurt, is dat je een platform creëert waar iedereen zijn algemene vragen over numbers stelt. En dus ook dat alle antwoorden die gegeven worden op die vraag inzichtelijk zijn voor gebruikers.
Dus mocht je zelf nog een keer tegen een vraag aanlopen en eigenlijk snel een antwoord willen weten, en die vraag is al een keer eerder op de community gesteld met het antwoord, dan hoef je hem niet meer aan ons te stellen en kan je direct het antwoord vinden en doorgaan. Wat goed is om te weten is dat wij ook moderaten in de community. Dus als daar vragen worden gesteld over het gebruik van numbers, dan, zullen wij daar ook op reageren uiteraard. Wat wel fijn is, is wij gebruiken numbers natuurlijk als product. Maar vaak zit er heel veel kennis bij onze klanten over hoe je numbers echt het beste kan toepassen in de praktijk. En dat zijn stukjes informatie die klanten op de community met elkaar kunnen delen. Zodat je niet allemaal opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. En dat is een van de grote voordelen van het delen in zo'n community. Dat je elkaar ook verder kan helpen met de kennis die beschikbaar is. Ik hoop dat de vraag zo beantwoord is. Mocht het niet zo zijn, laat het gerust even weten. Dan kom ik er nog op terug. Mitchell, ik zou graag het onderdeel tips en tricks willen starten. Waarin we wat tips geven over hoe je de community het beste kan gebruiken. En een van de dingen die denk ik heel belangrijk zijn voor onze klanten, zijn de notificaties. Het is heel erg makkelijk als je automatisch op de hoogte wordt gebracht van nieuwe posts of nieuwe discussies of nieuwe vragen. Of als er een reactie is op je vraag. Maar hoe doe je dat precies? Kun jij dat laten zien hoe je dat instelt? Ja, uiteraard. Een hele goede vraag. Ik ga nu het scherm openen en dan zal meteen meer zichtbaar worden. Alleen dan moet je mij even een stukje verder helpen. Kijk, het voordeel is dat je heel veel verschillende soorten notificaties in kan stellen voor de community. Dus wat jullie hier bovenaan zien is een stukje algemene communicatie. Dus bijvoorbeeld stel maar op de hoogte wanneer mensen reageren op discussies die je bijvoorbeeld zelf gestart hebt. Of stel maar op de hoogte wanneer je een privébericht krijgt. Het liefst wat we eigenlijk willen zien, wat we hopen dat mensen doen, is dat ze door op deze knop te klikken en op deze knop alle notificaties aan te zetten. Waarom? Omdat je dan op deze manier altijd op de hoogte bent van wat er op de community gebeurt en je nooit iets mist. Dus als wij bijvoorbeeld, als onze product owners reageren op een wens, dan krijg je hier een melding van in je e-mail en je krijgt een pop-upje wanneer je zelf op de community zit. Zodoende mis je eigenlijk niks en ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Ook heb je de mogelijkheid om op discussies en reacties specifiek alle notificaties aan te zetten. Ja, en die is eigenlijk heel erg belangrijk. Dat vul ik je even aan voor als je inderdaad notificaties wil ontvangen in bepaalde categorieën als er een nieuwe discussie wordt geplaatst. Dus als je graag op de hoogte wordt gehouden als er een nieuwe idee is geplaatst over payroll bijvoorbeeld, dan is dat wat jij liet zien, dat laatste stuk heel belangrijk qua vinkjes om die aan te zetten. Want dan krijg je een mailtje als er nieuwe post is geplaatst door een andere gebruiker. Precies. Dus het stukje reacties en het e-mail en pop-up bedoel je, dat om dat aan te zetten. Ja. Zoals je ziet kan je het dus heel makkelijk aanzetten door op de headers erboven te klikken, dus op e-mail of pop-up, en dan wordt meteen heel de lijst wordt geselecteerd. Zodoende hoef je niet allemaal apart van elkaar aan te vinken. Wat misschien goed is om aan te geven dat dit het standaard staat, dit niet staat dit bij iedereen uit. Dus duik je vooral in en ja, zet dit aan, want daardoor krijg je gewoon altijd een mailtje wanneer er wat gebeurt op de community.
Kan je nog één keer laten zien waar je dat, waar dat vond, Mitchell? Ja, voor mij was het ook even zoeken. Maar je hebt hier het belletje rechtsbovenin, dus profiel, berichten. En hier heb je notificaties. Daar klik je op. Hier kan je dan eventueel notificaties zien. En heb je hier de sliders. En wanneer je daarop klikt, kom je in dit specifieke scherm terecht met notificatievoorkeuren. En als ik wil zoeken naar bestaande wensen of naar bestaande vragen, waar kan ik dan het beste naartoe? We hebben op alle schermen hebben we eigenlijk een hele mooie zoekbalk staan, waarmee je onderwerp kan intypen. Het is een zoekfunctie die goed werkt. Dus als je een onderwerp intikt, dan zullen daar verschillende wensen naar voren komen. Of wellicht vragen van klanten. Bijvoorbeeld vakantiegeld, wat natuurlijk een hot item is op dit moment. Zoals je ziet, wordt er meteen aan de onderkant worden zaken getoond. En je hebt ook de mogelijkheid om een search te kiezen. En dan kom je in het grote zoekresultaat, komt dan naar voren. En zodoende heb je eigenlijk, kan je er nog makkelijker doorheen gaan. Je kan nog een sortering toevoegen. Je kan eventueel titels of data, datums kan je erin zetten. En heb je wat meer overzicht. En je kan hier ook nog een meer geavanceerde zoekopdrachten kan je hierin geven. Waardoor je echt tot je onderwerp komt. Gebruik dit ook vooral als je een wens wil indienen. Soms bestaat een wens al. En als jij je onderwerp hier intikt, dan kan je dus zien of die wens er al is. En zodoende kan je op die wens stemmen in plaats van nog een wens in te dienen. Dat zorgt ervoor dat de community eigenlijk zo goed mogelijk gebruikt wordt. En ook de stemmen op de juiste ideeën komen. En stel nou dat ik een bepaalde onderwerpen heel interessant vind. Eigenlijk vooral dat in één oogopslag wil terugzien. Is er dan, zijn er dan mogelijkheden om dat zo in te richten? Ja. Ik stel, je wilt nou alles weten over wat er binnen Payroll afspeelt. Wordt het interessant als mijn scherm zo geladen is, want dan kun je het meteen zien. Wederom gaan we dus naar de juiste categorie. En kan je naar het stukje payroll gaan. Voordat jullie denken, is die app, die community nou zo traag? Of ligt het aan die computer? Dat ligt aan mijn computer doordat ik mijn scherm aan het delen ben. Al die zaken tegelijk doe. Dat vindt hij niet zo leuk. Dus, kijk, vervolgens ga je naar Payroll Nederland. Ga je naar een specifiek module. En doordat het nu niet te snel is, wordt het hopelijk wel duidelijk hoe we de verschillende categorieën hebben opgebouwd. En zie je een beetje hoe en wat, waar alles staat. Het is wel een voordeel dat je niet te snel door alles heen kan. Nee, precies. Kijk, wat je hier hebt, dus je hebt hier de wens, heb je hier eigenlijk een vlaggetje waarmee je een bookmark kan plaatsen. Door dat te doen, kan je straks, ik zal wat meerdere aanklikken, kan je vanuit je profiel, heb je de mogelijkheid om die bookmarks te laden. Dus waar we net zaten in het edit profile, waar je dus de mogelijkheid hebt om je afbeelding aan te passen, heb je ook hier het stukje bookmarks. Zoals je ziet, ik heb net drie geklikt en hier heb je dan de optie om ze te zien. Andere mogelijkheid die je hebt is
om een hele categorie in één keer te volgen. Dus stel, ik vind payroll echt heel interessant en ik wil gewoon van alle features requests wil ik alles weten, dan kan ik hier klikken op follow. Zoals je ziet wordt het ook aangepast naar following. Wat dit nou doet is, stel ik zit in de op de homepagina. Ik ga er even op deze manier naartoe. Dan heb ik straks de optie om alleen mijn een lijst te tonen van de onderwerpen die ik volg. Dus hier staat nog view all. Dan kan ik hier op following klikken. En als jullie net goed hebben opgelet, zien jullie dat ik dus de payroll module had ik op, op following geklikt. En wanneer dit zometeen geladen is, zal je alleen nu het stukje payroll zien. Zodoende kan je dus, stel je bent salarisadministrateur, dan kan je alleen het stukje volgen wat je interessant vindt. En dan hoef je dus niet iedere keer door alle dingen heen te klikken. Maar kan je voor jezelf een soort sortering maken. En heb je nou specifieke mensen die je wil volgen, dan kan je daar dat met bookmarks instellen. En dat werkt precies hetzelfde als met favorieten die je in je browser in kan stellen. Dus die bookmarks, als die zo geladen worden, dan zie je daar de verschillende wensen staan die ik net geboekmarkt heb. Dus zodoende kan je net wat meer overzicht creëren in de dingen die jij echt interessant vindt. Waardoor je altijd op de hoogte bent van de laatste zaken binnen de community. En stel ik wil product feedback of een supportvraag of een vraag over het gebruik van numbers indienen. Kan ik dat dan beter op heel hoog niveau doen? Of hoe werkt dat precies? Je ziet op best wel veel zaken, zie je bijvoorbeeld die knop nieuwe discussies hier staan. Wanneer je daarop klikt, ik zal het nu als voorbeeld laten zien. Heb je dus de optie om die nieuwe discussie te starten. Maar verstandiger is om die discussie te starten vanuit het onderwerp waarmee je meteen zit. Nu zie je een hoop nieuwe discussie en weet je eigenlijk niet goed waar dit geplaatst wordt. Stel, ik wil een specifieke wens indienen of een feature request. Dan is het verstandig om eerst naar de module te gaan en dan kan je vervolgens daar een nieuw idee starten. Zoals je ziet staat dit nu nog op following. Als ik op all klik, dan komen weer alle zaken naar voren. Zoals je ziet, meteen live, dat is een live demo voordeel. Ik heb net mijn notificatie ingesteld. En ik zie dus een pop-up binnen de community dat er een nieuwe discussie is gestart. Duidelijk. Zal ik nog het stukje laten zien hoe je een nieuw post maakt? Of? Nou, ik ben vooral nieuwsgierig hoe je collega's uitnodigt. Heel goed punt. En zoals je net zelf aangaf, Martine, hebben wij zelf inderdaad de functie-owners van het nummersproduct hebben al toegang gegeven. En die hebben speciale rechten dat zij zelf hun collega's kunnen uitnodigen. En dat uitnodigen, dat doen ze weer vanuit hun profiel. Dus wederom klik je rechtsbovenin op je profiel. En heb je de mogelijkheid om straks vanuit dit scherm uitnodigingen te plaatsen. Dus je hebt hier rechts heb je, in mijn geval staat het op Engels, maar heb je invitations. Wanneer je daarop klikt, kom je in het scherm om je collega's toegang te geven. En dus alleen de function owners binnen het Numbers product kunnen collega's toegang geven. Dus bijvoorbeeld test@numbers.nl. Je klikt op invite. En vervolgens krijgt deze collega dan een mail met daarin de inloggegevens. En kunnen zij ook vol gebruik maken van de community.
En als zij een login geactiveerd hebben, dan kunnen ze ook via Single Sign-On inloggen. Ja, ja zeker. Ja. En je kan dus ook de status zien van die invite. Dus als je ziet dat collega's het nog niet hebben geaccepteerd, ga er vooral achteraan, want de community is top om te gebruiken. En mocht je nou een applicatiebeheerder zijn in jouw omgeving en je hebt nog geen toegang tot de community, laat ons dan gerust even weten via een support ticket. Dus gewoon via de normale weg, niet via de community, maar via gewoon onze kennisbank. Dan gaan we alsnog even een login voor je vrijgeven, zodat je ook toegang hebt om dit in te richten. Ik denk dat we bij een van de laatste onderdelen zijn. En dat is de feedback categorie die we hebben gemaakt voor de community. Ja. Zodat we informatie kunnen verzamelen over het verbeteren van de community. Dus wat kunnen we beter doen? En waar kunnen wij zaken aanpassen, zodat het gebruik van de community nog beter of vriendelijker is? Dus net zoals dat we voor de verschillende modules binnen het Visma Numbers product hebben, waar jullie feedback over kunnen geven, hebben we sinds gisteren ook een categorie community, waarin we graag willen horen wat jullie feedback over de community is en wat wij vervolgens ook kunnen verbeteren. Dus die vind je door naar product feedback te gaan, vervolgens klik je op Choose a Category en heb je de mogelijkheid om... Nou, eigenlijk staat er helemaal bovenaan, staat Community. Zoals je ziet, staat er nu nog helemaal niks in. Uiteraard hopen dat jullie wat indienen, zodat we mooie dingen kunnen gaan maken binnen de community. En het plaatsen van hier, gaat hier klik op de nieuw, knop Nieuw ID. En vervolgens heb je de mogelijkheid om je wensen erin te zetten. En ook al spreken wij Nederlands, zet hem vooral in het Engels erin. Probeer dat zoveel mogelijk te doen wanneer je product feedback hebt. Dus hier geef je je titel in en vervolgens hier de tekst. En eventueel heb je de mogelijkheid om nog een afbeelding toe te voegen of dergelijke. Mocht er nou problemen zijn met het Engels, dat je het gevoel hebt van ik voel me niet comfortabel erbij of ik heb hier echt problemen mee... plaats dan gerust het Nederlands en dan zullen wij het vertalen. Waar mogelijk, geliefd in het Engels. Maar nogmaals, zijn er problemen mee? Plaats dan gerust in het Nederlands uiteraard. Ja. Ik denk dat we alle onderdelen van de community hebben gehad. En zou ik graag nog even aan collega Tim willen vragen of er nog een Q&A-vraag is die we kunnen behandelen. Een vraag die wel op verschillende manieren meerdere keren is binnengekomen. Heeft ook te maken met het verlenen van toegang voor andere gebruikers. Is het de bedoeling dat er bijvoorbeeld alleen toegang wordt verleend aan een accountant login? Of kunnen ook klantlogins een account krijgen? Voor nu hanteren we inderdaad enkel alleen de hoogste logins. Dus voor business klanten zijn dat ook de administrators. En voor accountantsklanten zijn dat ook de administrators. Dus echt de logins op het hoogste niveau. Zodat we voor nu enkel toegang geven tot onze directe klanten. Oké, duidelijk. Nou, mochten er verder nog vragen zijn naar aanleiding van deze webinar, laat het gerust weten in de community uiteraard. En vragen die nog openstaan, die we nog niet behandeld hebben, daar komen we na afloop schriftelijk nog even bij jullie op terug. Voor nu heel erg bedankt. En de webinar zal ook worden rondgestuurd en is uiteraard achteraf altijd nog na te zien. Dankjewel.